Dit is de FC Utrecht Daily, dag 3. De selectie van FC Utrecht trainde gisteren 2 maal op het veld in Mulldorf. En waar het toen nog de nodige regen viel, is dat vandaag totaal anders. Zon overgoten, zoals u achter mij wellicht een beetje kan zien. En tijdens de ochtendtraining, die begon zo rond een uurtje of 11, zagen wij vooral standaard situaties, corners daar werd op getraind. En ook op 11 tegen 11 partijvorm. We gaan even kijken naar de mooiste beelden van die training. Na de training genoten een aantal spelers van een ijsbad. 2 jongens die daar niet in zaten, waren de mannen die we hier zien lopen, Robin Zwartjes en Ruben Hogenhout. 2 jongens die vorig seizoen hun minuten maakten in de Jupiler League voor Jong FC Utrecht en nu dus de kans krijgen bij het eerste elftal. En zij denken wel te weten waarom juist zij nu hier in Oostenrijk zijn. Vorig jaar stage bij Jong, om te laten zien of ik erbij kon en aan kon haken. Dat is goed gegaan en uiteindelijk inderdaad de laatste paar wedstrijden allemaal gespeeld, de laatste periode. En nu stage bij het eerste om het te laten zien. En nu zelfs mee naar Oostenrijk, dus dat is hartstikke mooi. Ja, omdat, wat je al zei, dat ik vorig jaar toch bijna alles gespeeld heb in de Jupiler League. En dat ik daar ook stappen gemaakt heb. En dan gaan we kijken of ik hier ook de stap kan maken om misschien uiteindelijk door te stromen naar het eerste elftal. Het uitgebreide item met Ruben en Robin zie je morgen op de social media kanalen van FC Utrecht. De daily zal dan wat later verschijnen en dat heeft alles te maken met de wedstrijd waar de mannen van Jean-Paul de Jong zich nu nog achter ons op voorbereiden, namelijk het treffen met Red Bull Salzburg. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.